Goedenavond, welkom bij de niet zo serieuze sprookjes. Ik ben Geron de Wulf. Als je jong bent, worden er vaak sprookjes verteld en dan word je ouder en dan stopt dat. Vandaar deze niet zo serieuze sprookjes. Vandaag live vanuit de Vooruit, de balzaal van de Vooruit in Gent, tijdens de Gentse feesten. En ik heb hier een topmadam naast mij zitten, niemand minder dan Saartje van den Driessen. Saartje, het publiek heeft een titel gegeven, geïnspireerd door jouw verschijning ook een beetje. Super, ja. Er was eens een alcoholieker en de winkels waren dicht. Goed, hier gaan we. Er was eens een alcoholieker en de winkels waren dicht. Georges, de professor aan de Universiteit van Leuven, gaf zoals altijd zijn les letterkunde. Maar Georges had ook een probleem. Georges dronk nogal graag jenever. En tijdens zijn lessen letterkunde als de studenten rustig aan het schrijven waren, dook hij altijd onder zijn pupiter om daar zijn flesje jenever te nemen, waar hij dan rustig van kon drinken en verder les kon geven. Want ja, Georges was alcoholieker. Maar Georges zelf had dat uiteraard nog niet door. Het flesje was eigenlijk een grote fles. En af en toe dook hij naar beneden, deed hij alsof hij iets opraapte, maar dan grabbelde hij naar die gigantische grote fles en dan hoorde al zijn leerlingen... Zijn leerlingen die niet wisten dat hij eigenlijk dronk, vroegen zich ook al een heel jaar af, wat doet hij achter zijn pupiter? Nu, op een dag, hij had al zoveel les gegeven en hij was eigenlijk vergeten om zijn tweede fles ook mee te brengen. En dat was een heel groot probleem voor Georges. Plots zei hij... Waar is verdomme die tweede fles naartoe? Want ik heb een beetje dorst. De studenten dachten dat hij oud-Nederlands sprak. En begonnen duchtig te noteren. Van wauw, dit moeten we waarschijnlijk kennen voor het examen. En Georges gaf zijn les verder. Dit is de klassieke talen. En u hebt het goed gehoord. Vroeger spraken ze zo. De studenten bleven schrijven en dachten van wauw, wat een geïnspireerde professor is die Georges toch. Maar Georges begon meer en meer last te krijgen van zijn detox. Want hij zat al een kwartier zonder drank. Hij begon stilletjes aan te trillen, te zweten. Er kwamen boerkes naar boven die normaal nooit naar boven kwamen. Hij voelde de drek in zijn broek lopen. Hij kon niks ophouden. Dus hij wist van oké. Ik ben aan het doen, ja. Hij wist ook... Wat is die trek? Ja, die trek in de broek, wat is dat? Want, Drek. Ah, drek, ja, drek. Plat, ja. Trek. Ja, een trek in de broek. Wat is trek? In de broek. Ja, oké. Okay. Ja, nee, platte drek. Drek in de broek. En hij wist van, oké, ik moet dringend drank gaan halen, want anders hou ik dit niet vol. En hij zei tegen zijn leerlingen, Wannekes, we doen even een kleine pauze. We gaan een uitstapje doen in de straten van Leuven. En hij nam zijn studenten mee door de straten van Leuven op zoek naar jenever. Maar wat Georges niet wist, was dat die dag, die specifieke dag, alles gesloten was. Het was een dag, de grote sluitingsdag, werd genoemd. Het was inderdaad de grote sluitingsdag. Het was geen feestdag, het was gewoon de grote sluitingsdag. De dag dat de mens moest leren minder te consumeren. Inderdaad. En Georges was helemaal in de paniek. En hij zag ineens een Pakistaan. En hij ging naar de Pakistaan en hij zei... Hey, gast, ik weet het is nog maar 2 uur 's middags, maar doe je een nachtwinkel lopen. En de Pakistaan zei... Ik van Pakistan, ik kan niet werken. Het is grote sluitingsdag. Het is grote sluitingsdag en voor 18 uur doe ik geen winkel open. Dus Georges had nog steeds geen drank en hij wandelde verder. Hij vertelde ondertussen over Leuven in de hoop ergens een winkel tegen te komen. Ja.
Ondertussen kwam hij natuurlijk wel heel veel mensen tegen. En hij begon naar al die mensen te grabbelen. Naar de vrouwen, naar de borsten, naar de... In de hoop dat er ergens alcohol uit ging komen. Dank je, Geron. Merci. Maar ja, nergens kwam alcohol uit. Nee. En de groep werd groter en groter, want ze dachten, ja, die man is iets aan het vertellen, dat is een zeer wijze man. Mm-hmm. En stilletjes aan werd George nuchterder en nuchterder. En toen draaide hij zich plots om naar zijn studenten en hij zei, godverdomme jullie, jong volk, jullie moeten toch drinken, waar is dat bier, waar is die alcohol, waarom zitten jullie niet aan de fles, jullie zijn toch studenten, jullie moeten helemaal niet studeren, jullie moeten drinken. En de studenten zeiden, ah, oh, maar had het dan gezegd, en die pakten allemaal een fles jenever uit hun zak. En George zei van, goh, dat drinkt ook jenever. En de studenten zeiden, ja, natuurlijk, want anders kunnen wij nooit les blijven volgen. En zo gebeurde dat alle studenten in Leuven eindelijk lieten zien wat ze echt in Leuven deden, was jenever drinken. En zo bleef George nog jaren lesgeven aan de Unif en moest hij zijn flessen niet meer verstoppen. En zo ontstond eigenlijk Leuven als een echte zatte studentenstad. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Wees eerlijk over uw verslaving. Want anderen hebben die misschien ook. En dan wordt het een pak plezanter. Dank u wel, slaap lekker.